Hallo allemaal. Betreft het klimaat hebben we een raar jaar gehad. Maar de herfst is er nu. De kunst is nu om uw duurmelkgeiten stabiel en met de juiste conditie te laten produceren. Ik ben Jorik van den Urk, geitenspecialist bij 4Farmers. En in deze vlog heb ik tips voor u. Nu de dag lengte en uren zon hard aan het veranderen zijn, willen we de geiten zo goed mogelijk duurmelken. Een gezonde conditie draagt bij aan een gezonde geit met een hoge levensproductie en lagere opvoerkosten per kilo melk. Het lijkt eenvoudig, maar is dat het wel? Je wil nu de productie zo goed mogelijk behouden. Productiedaling heeft effect tot het volgend voorjaar. De basisadviezen blijven het belangrijkste. 200 lux, veel lucht in de stal en rustige rassenovergang. In deze vlog willen we dieper ingaan op stalmanagementfactoren. Daarvoor heb ik 3 tips. Tip 1, de geit. Het draait om een dier. Je wilt haar in de wintermaanden zo persistent mogelijk laten produceren met hoge gehaltes. Groep wisselen zorgt voor stress. Is dit wel verstandig om te doen? Heeft u het krachtvoerverbruik per 100 kilo melk in beeld? Bokcontact is er altijd. Maar probeer dit te verlagen. Liefst zo kort mogelijk en maximaal 4 weken. Misschien kun je de dekgroep wel in een andere stal dekken. Blijf structureel elke 6 weken scannen op schijndracht. Het is verstandig om drachtige dieren in een eigen groep te plaatsen. Zo kun je ze naar behoefte voeren. Deze tip wil ik afsluiten met: kijk u goed naar de duurmelkers. Wat doet de conditie? Is de brokverbruik op peil? Tip nummer 2, de stal, voeropname en productie. Gaan samen. Een geit ruilt. Meer voeropname is daarom ook meer melk. Ook al wordt er dagelijks vers voer gemaakt, de voer moet wel opgenomen worden. Bij bedrijven die een schone, frisse voergang hebben, zien we de voeropname stijgen. Koten kan daarbij een goede investering zijn. Niet alleen de voergoot, maar ook de stand van de geiten is erg belangrijk. We zien hier verschil in opname tot 5%, tot een ideale of een schuine vreedstand. Het is misschien niet voor de hand liggend, maar daarom is uitmesten in deze periode erg belangrijk. Met een timelapse camera kun je kijken wat er in de stal gebeurt. Hoe is het vreedgedrag en de rangorde aan het voerhek? Tip 3, scherp blijven is geld verdienen. Blijf ook de komende maand scherp. Rust en regelmaat zijn erg belangrijk. Melk wordt gemaakt als een geit ligt te herkauwen. Alles op vaste tijden voor de geit zorgt voor ritme. Wacht bij problemen niet af en schakel vlot bij. Een vette geit krijg je niet mager. Vroeg schakelen bij toename in conditie is daarom belangrijk. Tot slot, weet u wat uw werkelijk vervangingspercentage is? Meer levensproductie per geit betekent minder lammeren, minder bokken, minder kosten per kilo melk. Dus voor u een hoger saldo. Als opfokken 300 euro kost en je vervangingspercentage daalt 10%, dan is dit 2,5 cent per kilo melk. Bij een miljoen kilo melk is dat 25.000 euro. Snel verdiend met minder werk, zou ik zeggen. Meten is weten. Je eigen gewicht kun je meten en daarop je voeding en je sporten bewegen aanpassen. Probeer daarom deze winter ook om de conditie en gewicht bij jouw geiten goed in de gaten te houden.